Wojo? Teleportatie hier? Verschijnselen? Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem, The Three Houses. En vandaag gaan we kijken of we nog een battletje kunnen doen en zo niet, dan gaan we gewoon maar eventjes sidequests doen of zo. I'm glad we won. Misschien kunnen we er dan zo meteen uitleggen hoe dat met die agenda zit en zo. Your tactics and my schemes entwine, and you did not disappoint. That composed expression you always sport like a permanent mask is a perfect compliment to my ruthless schemes. Oh, okay. That's a joke, of course. To be honest, I had a bunch of other schemes planned as well, just in case the situation called for it. But I didn't have to resort to any of them. I suppose our opponents lucked out. Well met, Professor. The breadth of your skill was on full display today. Oh, nu vinden jullie hem allemaal wel cool. Were masterful. Ik weet nog dat jullie allemaal niet cool vonden. Yeah. Ja, dat zei ik ook al de vorige keer van, dat is toevallig. I noticed that too. We just did what you told us, and we won. I love it. As expected from a child of the former captain of the Knights. Thank you for today, Professor. Yeah. I have much to consider. Okay. I never doubted that our professor would be amazing. It was way too obvious. Don't you agree, Marianne? Ja, die Marianne doet ook, ze zegt elke keer wat die Hilda zegt. Yes, of course. Well done, Professor. Captain Daryl taught his child well. It would have been more of a surprise had our professor proved lacking. Ja. Yes. Don't you think it's a bit harsh to give Gerald all of the credit, Leonie? In any case, it's clear that we only won because of our new mentor's guidance. Precies, Ignat. En door jou, omdat jij je MVP was. Those are the sorts of things you can only learn through experience, right, Teach? But more importantly, it's time to celebrate our victory. Teach here has yet to try my well-renowned home cooking. Do this. I really do hope you'll join. Ik heb dus planten geplant. After all, I swiped some finely aged cheese from the dining hall for just this occasion. Ja. Yeah. Okay. Your work with the students was remarkable. I can see Gerald trained you well. I do hope you were able to use the occasion to bond with the students. Zeker. I'm so happy to hear it. Nothing would please me more than if you used this coming year to grow closer still. Of course, the mock battle was mere practice. Dit is, hij is echt een lul. Hij is echt een lul. Which will take place during the Wyvern Moon. You are expected to properly train your students so as not to humiliate the academy during the long-held tradition that is the coming battle. Ik had al voorspeld dat hij slecht wordt. Bij me dit soort mensen. As for today, I have called you here to tell you of your mission for the month ahead. Your class is to dispose of some bandits causing trouble nearby. Those affiliated with Garrick Mach Monastery have a moral obligation to help those in need. Soms zie je hier ook zo'n tekentje met zo'n hartje. Doe je dan zeg je iets goed of zo, joh. Students are no exception. Each month before the newly birthed moon departs, each house of students must complete their assigned mission. You shall work to complete the task at hand alongside your students and report back to the Archbishop before the deadline. Understood? Understood. I will soon provide you with the necessary details for your first mission. If I told you now, I expect you would only forget, and I despise repeating myself. I can sense something special within your heart. I have high hopes. High hopes for them. Bandits, they say. Ja, zij is een stemmetje, maar zij moet related tussen van een van die andere mensen met een groene haar zijn. Dat kan niet anders. Do you recall when we first met? You shall not fall. En zij zal wel die crest zijn waar die waar Jerome het over had. Have you no words for me? Do not tell me that you are shocked to hear from me. Ik vind je irritant, mag dat wel? You ought to know that I am always with you now. To hear my voice should not come as a shock. Whatever shall I do with you? Weggaan, I am alive within the confines of your heart. I am unknown to all but you.
but through your eyes and ears, I see. Just listen to your heart. Okay, just listen to your heart. You are doing now. Okay. That is all that I know. What is this nonsense? Well, yo, Kostas, doe eens rustig. No one said anything about that. Ja, hij had bijna die blonde vrouw gekeerd. En toen kwam ik er zo voor springen. Ah, ja. You have proven yourself worthless. Well, yo. Bliksem, bliksem, boemo. I had hoped you would achieve your goal despite the setback. But now a child of the knight's former captain is in play. How interesting. Super interesting. This is what I agreed to. Hiring a mercenary as a professor. What was that woman thinking? Are you listening to me? Die woman denkt, ik ga jou helemaal kijk kapot maken. Is hij de eindbaas? Ja. Oh, hij zal al een commander zijn van de echte opperhoofd. Underestimating the knights was an amateur mistake. One you will pay for. The road to eternal torment awaits you. Now I must locate your replacements. Wait! Yo? Teleportatie hier? Verschijnselen? Alweer 7. Oké. Okay. Choose the units you desire. La 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 la. Familiar scenery. White clouds. Harpstring moon. Harpstring moon. Familiar scenery. Krijg je op jouw verjaardag ook iets speciaals? Ja. Nice. Dan kan je eigenlijk het beste gewoon bij de game starten. The people perform music once beloved by those divine beings. Whether by heart, by flute, or voice alone, joyous melodies are shared between farmers as they sow their seeds across the vast plains of Tailteen and Gronder. Kijk, het is net een muurschildering. Build support levels with our specific units. Oké. Okay. Oh ja. Oh ja. Dat zal ik ook nog wel even zeggen straks. Maar hoe moet je dat allemaal onthouden? Wat moet je onthouden? Ja, wat je allemaal. Je kan zoveel doen. Ja, dat onthoud je wel. Oké. Okay. Wow, 2000 goud! As you have already been notified, your mission is to subdue some bandits. Okay. Our students have been learning about combat through study, but this is a precious opportunity to provide them with practical experience. Yeah. The knights will support your mission and are prepared to offer their assistance if necessary. Okay. In short, this is no mock battle. You must be prepared for anything. You okay. will receive a message from the knights when it is time to depart. What the Until no, then, set it. Use your time wisely. Die achternamen van deze beetjes, die leaders, die slaan helemaal nergens op. En die van hem viel volgens mij nog mee, maar van de rest was echt... Ja, Edelbert van Westveld, volgens mij. You need to focus, bitch. Well, as long as you're with us, at least things won't be boring. In fact, it may take a turn for the interesting. And with that, I take my leave to make my final preparations. Ja. Maar ik denk dat ik het liefst voor rood had gekozen. De vrouwke was nog een beetje normaal. Oh, I didn't expect that answer. When we were mercenaries, I handled everything. Outside, I thought being thrown into a swarm of noble brats to teach would be a bit much for you. But I guess I had nothing to worry about. By the way, I heard about those bandits. Your first assignment is to take them out, right? That's fairly routine for you by now, but don't forget it's the first real taste of battle for those brats. It'll be tougher to sleep at night if you let one of your little pupils die. Okay. Stay vigilant and lead them well. I wish I could offer you my support, but Lady Rhea won't. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je iemand dood laat gaan. What she wants from you. I don't mind you settling into your life here, but don't let your guard down. Ever. Dat bepaal ik zo allemaal. Mag ik nou eindelijk verder? Mag ik eindelijk spelen? Oké. Okay. Wat? Hier, ik mag al die dagen niet eens iets doen. Nee. Maar wanneer mag je dan een keer... Op zondag. Alleen op zondag? Ja, en op maandag heb je les.
Annette is jarig wel. Ja, joh, Annette krijgt ook flowers. Als ik Annette nu geen flowers geef, is echt niet aardig. Nee, precies. Ik heb ook iedereen flowers gegeven. Oké, wat is dit? Ik zag eten en vissen. Er stond net dat er nieuwe dingen te exploren zijn. De Monty Fairs effects. Oké. Okay. Ik kan toch alleen maar exploren dus. Maar moet ik iets met die vis haken en dat eten? Nee, hoeft niet per se. Je kan nou zeg maar exploren en dan zie je dus ook op je map bij quests kan maken. Ja. Maar je kan dus ook vissen om eten te krijgen. En ja. En je kan dus ook, als je op X drukt, denk ik, kan je nu nog niet, maar bij support. En dan kan je straks mensen met elkaar uit de spreken. Oké. Okay. En dit moet ik doen, denk ik, hè? Oké, maar die tijd die bovenin staat, die hoef ik, de maakt dus, je kan er gewoon dingen blijven doen, ondanks dat die tijd op is. Er is geen tijd. Ja, wacht. Kijk, dit is toch tijd? Nee, er is geen tijd. Dat is hoe vaak je dingen zoals koken kan doen. Oh. Dus dat moet ik eigenlijk allemaal wel gewoon gebruiken, neem ik aan. They had to work fine by me though. I'm raring for some real combat experience. Any chance is there anything else you want to ask me, teach? About living at the monastery or Students aren't the only ones who have something to learn from their professors. Professor, if you want to, you should try trading knowledge with Professor Hanneman or Professor Manuel. Hanneman. Okay, met Jerome. En recruiting. Oh ja, hier kan je mensen recruiten. But it is possible for someone to switch to a different one. Of course, that's only. Maar kan je ook bijvoorbeeld, want heb jij vast wel gedaan, dat als ik iemand probeer te recruiten, want die kunnen dus ook nee zeggen, neem ik aan. Dat op een later moment ze dat wel willen. Ja, ja. Ze zeggen ook van ik wil dit en dit voordat je met elkaar. Oké. Ja, dat is irritant. Maar bij alle eerste keren zeker, ja. En dan was ik ook weer vertellen. Oh, wacht. Hier hoef ik niks te doen, hè? Nee. Dit vind ik irritant, dat je op deze manier exit. Dat je niet gewoon echt door kan lopen, zeg maar, snap je? Ja. Om de rest te zoeken trouwens, zou ik wel even het grote lampje aanzetten. En dat doe ik. Kan je overal zien waar die quests zijn. Oh ja. Let's see. Dit helpt wel op zich. Dan ga je naar de church en dan krijg je hele mooie muziek mee. Wheel. Het is wel impressive. I have a favor to ask. Je kan net zo goed gewoon al die sidequests gewoon accepten, toch? Ja, doe ik. Ik vind nu al. Dit is makkelijker, denk ik zo. Inside the Saint Inde. Oh, Saint Macuel. Saint Sathleen. Who is your favorite professor? Now that you are a member of the church, be sure to familiarize yourself with our teachings and me. Okay. Inside the cathedral, Saint Inde. Waarom kan ik nou zijn dingen doen? Oh, ja. I have something to ask of you. Okay. Dus. Nu moet ik al die blaadjes gewoon doen, neem ik aan. En ja, dan moet ik ook koken, denk ik, of zo, zoiets. Nee, die zitten allemaal onderin. Daar loop ik nu naartoe. Oké. Ah,
Ja. Heel veel afgezocht. Bridget, Almire, word of advice. Oh, nu moet ik straks even helemaal naar boven om die ding te clearen. Oké, dan hebben we hier. Hallo? Oh ja. Would you kindly do something for me? Ik wel, joh. Het chef. Die blauwe dingetjes. Oh ja. Angelica thee. Moet ik hier iets mee? Daar kan je koken. Laten we het eens doen. Met Today Special? Kun je sommige bonds beter maken, ja, toch? Nou, niet bonds, maar dan krijgen ze meer motivatie en je moet dan lesgeven en dan kun je ze meer motiveren. Dus dan kan je best zeg maar die gele poppetjes doen. Ja, dus Lorenz, want die gebruik ik sowieso en die andere drie heb ik nog helemaal niet gebruikt. Dat zal Rafael even doen. Delicious. Don't worry about finishing your portion. I'll gladly. Hij wil alleen maar eten. Could you eat a little more quietly, please? Your manners are disgraceful. Yay. Oh, nu moet ik opeens ton to full XP. Oké. Daar kan ik nog heen. Dan is hier, als het goed is, moet hier een of andere bits zijn. Ja, de fishing keeper. Ja hoor. Wat ook. Oké. Oh. Ik wist niet dat het doorging. Dit was wel goed, toch? Die is niet goed. Als je alles excellent had, had je waarschijnlijk een betere kist. Oké. Okay. Maar je hebt hier dingen gedacht. Oké. Okay. Kan ik nou nog een keer vissen of dat niet? Kan het geen beter zijn. Oké. Ik zag nog wel dat ik nog ruimte had voor, als ik zo kijk, nog voor één bonding ding. Wat kan ik dan nog meer doen? Wat kan ik dan, moet ik dan gewoon nog een keer eten? En dat kan. Ik kan ook naar de training grounds gaan en dan kan je mensen laten competen, maar in het begin had ik heel erg dat ze eigenlijk nooit winnen. Dus dan kan ik beter gewoon laten feeden, zeg maar. Right. Ah. Boost. Ja. Maar je kan alleen niet zien hoe ze zich op dit moment voelen. Oh, dus dan kan ik deze wel doen. Ja. That smell. It's amazing. My fave, in fact. Do you like it too? That looks delicious. Goddess, forgive me. I've just got to indulge. Het. Ze zijn allemaal blije jongens en meisjes. Het. Lekker. Oké. En nu kan ik nog gewoon daar naar boven naar dat, die quest clear, zeg maar, toch? Ja, maar je moet die rode moet je nog doen, hè? Oh ja, die moet je nog doen, yes. What the... Wel lekker dat je gewoon lekker door kan rennen. Professor. Als je boeken en kennen moet. Maar later kan je ook fast travelen, toch? Ja. Ja, misschien kan het nu al. Hallo? Jeez. Well. Hey. Actually, you have helped me so much. Tuurlijk. Monies. Were you?
krijg allemaal baits. Okay, ja. Well done. You have my thanks. Letter shield. Oké, okay, dank je. En dan kan ik ook zo. Oh, niet zo. Oh, hoe doe ik dat nou weer? Ah ja. Dan kan je hier bij quests zo ook zien, hè? Search for the Tacticus Primer in the captain's quarters and pursue it to get up to speed. Oké. Okay. Oh. Ik zie nergens waar ik naartoe moet. Oh. Zo denk ik gewoon, of niet? En ergens een trap zoeken. Oké, okay, meteen naar rechts. Okay. Hier. Second floor. Je moet het maar weten. Ja, precies. Oh, maar hier staat ook allemaal geen dingetje. Thanks for your help. Ah, wauw, maar hoort er dan niet gewoon zo'n rood scrolletje te staan, zeg maar? Ja, nee, dat is echt niet. Oké. Oké. Maar ik zie, als ik even doorloop. En naar rechts loop. Echt net alsof ik in Zwijnstaan rondloop. Ja, dat zei ik al tegen jou, hè? Dat een beetje Ja. Oh, dit is de library waar ik naartoe moest. Collect recipes in the library. Dus dat zijn die gele oplichtende dingetjes. Dat zijn gewoon items die je kan pakken, zeg maar. En nu kan ik dat weer reporten. Het enige wat ik wel wat wel jammer is dat je niet van andere floors de map kan zien, zeg maar. Ja, precies. Maar druk eens op R. Dat is het enige wat ik kan. Hier, zo kun je dus ook fast travelen als het goed is. Ook naar de eerste floor weer. Oké, dus ik moet hier zijn. Zien, what the fuck, dat is super makkelijk dan. Ja. Dus je hoeft hem nooit te lopen. Hoeft niet. Dat zou ik dan ook niet doen, dat kost allemaal tijd. Hier. Dank je, bits. Oh, easy. En nu kan ik finish exploring. Ja, had alleen nog kunnen doen. Oh ja. Don't tell me. No one bothered to show you the standard procedure for lectures. Okay. I guess it's up to me to save the day. When you instruct your students, they gain skill experience. As the skill levels increase, they will gain access to new abilities in combat arts. Okay. Oh, jij kan me toch veel beter. Jij kan me dat beter leren dan dat ik dit allemaal lees, denk ik, of niet? Beter, maar misschien is het sneller. Ja. Nou, okay. Ik kan het beste als eerst naar goals gaan. Dan kan ik weer zien wat iedereen wil leren, zeg maar. Oké. Okay. Nou ja, hij wil dus boom en het vlaggetje, zeg maar. Nee, ja. Dus dan ga je terug. Hier is gewoon het overzicht, zeg maar. En dan kun je naar instruct. En dan kies je hem. En dan kies je boom en vlaggetje. Dus Bo. Goed. En je hebt dan, zeg maar, daar gaat zijn motivation omlaag. Dus je kan nu 4 keer, zeg maar. Oh! Oh, oké. Okay. En als je hem perfect haalt, ja? Dan krijg je een stukje weer erbij. Dus, Bo blijf je doen? Ja, en dat vlagje kan je ook doen. Je kan afwisselen. Hoe bedoel je met perfect? Nou, nu zit het doen. Hier, nou heb je great. Let's do this again sometime. Ja? Dan krijg je een stukje erbij. Dus kan je één keer. Oh, okay. I learned a lot from. Okay, dus nu heb ik hem geleerd, zeg maar. En nou heb je dus de hoofdzien nog 2 keer. Oh, dus voor 2 mensen nog, zeg maar.
Oké, dus als we bijvoorbeeld Ignatz willen leren, dan kiezen we vechtertje en Bo, zeg maar. En je hebt dus ook nog tussen het spel door dat ze zeggen van, hé, ik ben geïnteresseerd hierin. Ja. Oké, maar weet je, ik gebruik nu Ignatz omdat ik die net fijn vond met spelen, zeg maar. Is het erg als je zo'n Marianne bijvoorbeeld helemaal niet gebruikt? Nou, ik zou hem niet helemaal niet gebruiken. Oké. Maar ik bedoel, ja, dat je Ignatz meer doet, ja, voor de rest, dat snap ik wel. Ja. Maar ik zou er wel ook mee bezig. Mm-hmm. Ja, misschien niet. Misschien nee. Nee, precies. Dus hebben we die. Goed is niet zo goed. Perfect. Nice. Nice. Oké, maar die gaat wel goed omhoog. Nice. Oké. Okay. Als hij twee keer perfect is, gaat hij niet nog. Oh, lullig. Oké, en dan willen we kijken of we nog iemand iets kunnen leren. Lorenz. Kijk, hij kan straks ook magic. Hij? Ja, Oh ja, dus magic en een prikkenbeest. Oké. Armstrong. Die, hè? Hey, lekker, Lorenz. It was only a trifle. I've come to under. That was at it. I've come to. I've come to understand. Oké, nou, dat waren de. De instructs, denk ik. Dan kun je nog bloedtasks doen. En dan kun je twee bij elkaar zetten. Bij een van de drie. Maakt niet uit wat. En dan zie je daarnaast dus wie daar. Goed in is. Dus Cloud en Lorenz bijvoorbeeld. Oh, je kan niet nog een groeptask doen, zeg maar. Ah, oké. En daar game je bij deze dus. En dan begin lecture? Ja. Professor. May I ask you something? Listeria, what will you? There's so much to do and never enough time which to do it. Sleep is nuisance. Sense. Yeah. Do you have anything for shaking tired feelings? Yeah. Als je het goede antwoord geeft, waar zij blij van bent, dan gaat je professor echt heel erg op. Okay. Hot tea always nice when you're feeling sleepy. Oh, die denk ik. I see. Die was goed dus. Ja. Je moet eens goed over nadenken wat zij een fijn antwoord zou vinden. Nice. Lawrence, what's that expression about? Are you unhappy about something? I hope. Then don't make weird faces. Keep it together, man. Considering I had to deal with Claude, it went better than expected. Nice. Ik mag hem wel, hij is een beetje zo savage. Yeah. Hey, well, yo, almost skill levels up. Yeah, I've got this down. Okay. Wow, de ability bow prowess. Oké. I'm beginning to understand. En magic, fire, hij kan vuur. Wow, a fire en air. I feel like I get it now. Red strike en bow prowess. Wow. Oké. Dat vind ik echt leuk om te doen en dat mag ik straks weer doen. Ja. Oké. It's Raphael's birthday. Ja, natuurlijk. Ga maar lekker vlees kopen. Oké. De aflevering is eigenlijk afgelopen. Oh, battle is de enige optie.
Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.